Burgemeester Slinkman van Bergendal doet een beroep op ouders bij het veilig omgaan met vuurwerk onder jongeren. Er gebeuren steeds vaker ongelukken met zwaar vuurwerk onder jongeren. Bij gemeente Bergendal willen ze dat zoveel mogelijk voorkomen dit jaar. Om die reden heeft burgemeester Mark Slinkman ouders opgeroepen om te helpen bij het veilig houden van de jongeren in de gemeente gedurende de eindejaarsperiode. Als gemeente zorgen wij ervoor met onze BOA's, maar ook met de politie, dat we ons best doen om overlastsituaties aan te pakken. Maar we kunnen dat maar in heel beperkte mate doen. Waar we ons vanwege het zware vuurwerk dat er vandaag de dag is echt zorgen over maken, is als er ongelukken gebeuren met jongeren, met kinderen. We weten, het verstand komt met de jaren. Zolang je nog niet dat verstand hebt, moet je als ouders, denk ik, dat verstand voor je kinderen hebben. De gemeente Bergendal ziet steeds vaker de gevolgen van zwaar vuurwerk en wil het belang van de situatie benadrukken. Ja, in een paar maanden geleden hebben we in Groesbeek een enorme hoeveelheid heel zwaar vuurwerk aangetroffen in een woning. Dat was een buitengewoon gevaarlijke situatie, maar we hebben daarmee ook gezien dat er ook in Bergendal, in Groesbeek, een markt is voor cobra's, nitraten, ga zo maar door. Vuurwerk met eigenlijk de kracht van kleine handgranaten, waardoor we echt gealarmeerd zijn van dit speelt ook hier. Hier moeten we ook ouders voor waarschuwen. Die vuurwerkbommen van tegenwoordig, naar de Cobra 6 bijvoorbeeld, of ook gewoon een nitraat, die zijn zo sterk. Vroeger kon je daar lelijke brandwonden van krijgen, misschien een paar vingers verliezen. Tegenwoordig ben je echt je arm tot voorbij de elleboog kwijt. En we hebben dat een paar jaar geleden voor het eerst gezien. Verschrikkelijke ongelukken waarbij jongeren echt voor het leven getekend zijn. De gemeente en de politie controleren extra goed deze periode, maar ze hopen dat de ouders ook hun steentje bijdragen. Ja, kunnen altijd de politie bellen. Die is juist deze periode ook extra alert daarop. Maar ik heb 6 wijkagenten die een heel groot grondgebied moeten bestrijken. Dus het is met name, denk ik, aan de ouders om zelf alert te zijn. Als je het aantreft, neem het in, lever het in, dan is het maar weg. Ja, als ouders heb je natuurlijk als geen ander een beeld van wat hebben ze op hun slaapkamer liggen, wat wordt er aan pakketjes bezorgd, waarom gaat die 's avonds de deur uit, wat zit er in dat plastic tasje dat aan de kapstok hangt. Dus daar heb je als ouder veel meer beeld van dan wij als gemeente kunnen hebben of als politie. Dus let op, waarom zou je in miserig weer half december naar buiten gaan? Het is geen weer om lekker te hangen met je vrienden. Dus wees alert, zorg ervoor dat je ook je kind heel deze periode doorhelpt. Lange tijd was er op het katholieke kerkhof in Druten geen plaats voor doodgeboren baby's. Deze baby's zijn namelijk niet gedoopt en zouden daarom niet naar de hemel gaan. Het zorgde voor veel verdriet bij de ouders en veroorzaakte onder meer stiekeme begraveningen, waarna het grote zwijgen begon. Vanaf deze week hoeft dit niet meer en is er eindelijk ruimte voor deze overledenen op de begraafplaats. Heel zacht geluidje. Welkom. Dit is de opening voor de vlindertuin. En dat is voor doodgeboren ongedoopte kinderen bedoeld. En het is een gedenktuin. Een stukje algemene begraafplaats waar kinderen begraven lagen, of liggen ook nog steeds, die vroeger niet binnen de muren van een katholieke kerkhof begraven mochten worden. En wat nu gemaakt is op burgerinitiatief van 2 dames, is dat er een poort gemaakt is van het katholieke kerkhof naar deze stukje algemene begraafplaats, waarbij de mogelijkheid is voor iedereen om op die manier ook te herdenken. De dames kwamen elkaar per toeval tegen op de begraafplaats. Priska heeft een doodgeboren kindje en ik was hier actief bij Verbonden door Licht met alle zielen. En toen liet ik haar dat oude vervallen begraafplaatsje zien. En zij raakte zo over haar toeren dat ze zei, ik wil er wat aan doen. Ik zeg, nou dan ga ik jou helpen. Want mijn zoontje is ternauwernood levend geboren. Maar bij mijn broer, die ook 2 keer gestrengeld zat, zeg maar het kindje, daar is het gestorven. Dus ik kon Priska heel goed begrijpen. Priska en Marietje zijn 3 jaar lang bezig geweest om de gedenkplek op te knappen. Ze hopen dat mensen hier samen troost kunnen vinden. Het is een gedenktuin. Het is voor iedereen die een doodgeboren kindje heeft. Die kan hier naartoe gaan.
En in alle rust hier zitten en gedenken. En als er meerdere mensen zijn, dan heb je lotgenoten, zeg maar, met wie je erover kan hebben. Dus eigenlijk om samen te komen en er ook over te kunnen praten. Ja, maar dan spontaan, denk ik. Gemeente Druten is blij met het initiatief en de doorzettingskracht. Ja, hartstikke goed initiatief. Het is een burgerinitiatief van twee hele volhardende dames. En zij hebben dat bij de raad van de gemeente Druten voorgelegd. Ik was in die tijd ook portefeuillehouder voor wat betreft het onderwerp. Dus ik vond het boeide meteen, hè, vooral het stuk historie wat erachter zit. En het verhaal wat erachter zit. Ontzettend interessant. En de gemeenteraad van Druten heeft dat initiatief omarmd. Hè. Het was ook de eerste keer dat er een burgerinitiatief was in de gemeente Druten. En nou ja, 3 jaar later staan we hier. Wij zijn zo blij dat er nu een poort is, een open verbinding naar het Rooms-Katholieke Kerkhof. Dat doet recht aan de zieltjes. Ja, geen afgescheidenheden meer. De politie heeft dinsdagavond in het programma Opsporing verzocht de beelden vrijgegeven van de 3 verdachten die betrokken waren bij de fatale steekpartij afgelopen zondagavond in de wijk Hatert in Nijmegen. Vanwege de ernst van de zaak zijn de beelden snel openbaar gemaakt. Tijdens de steekpartij in Hatert verloor een 38-jarige man uit Arnhem het leven. Hij was die avond rond 7:15 met zijn vader en jongere broer naar het winkelcentrum gegaan. Daar ontstond om onbekende redenen een conflict met een man en een vrouw in een kleine donkere auto. De dijk ten westen van de spoorbrug in Lent tot aan Dodewaard is vanaf vrijdag 15 december 4 uur weer volledig open voor alle verkeer, meldt Waterschap Rivierenland. De afgelopen tijd is een deel van de dijk verlegd. De aangebrachte klei heeft nog wel tijd nodig om in te klinken. Daarom zullen hier de asfaltdeklaag, betonband en grasbetontegels in 2024 worden aangebracht, aldus het waterschap. Sinds oktober 2023 is aannemer Betense Waard aan de andere kant van Lent bezig met het dijktraject van cluster A. Dit is het laatste deel van de dijkversterking Wolverensprok van Waterschap Rivierenland. Over een lengte van 900 meter is inmiddels een stalen dambandscherm ingebracht. Naar verwachting is dit deel in mei gereed. In Beuningen wordt in de eerste helft van volgend jaar gestart met de eerste grondwerkzaamheden voor het nieuwbouwproject Hutgraaf 2, dat voorziet in de bouw van 22 levenloopbestendige woningen. De woningen hadden er eigenlijk in 2022 al moeten staan. In juli van dit jaar werd gestart met de verkoop. Inmiddels is ruim de helft van de woningen verkocht. Op donderdag 21 december is er van 14:00 tot 17:00 een inloopmiddag voor geïnteresseerden aan de Klaproosstraat 2 in Beuningen. Het is december en dat is te merken in het centrum van Nijmegen. Iedereen is druk in de weer om alle cadeautjes en andere boodschappen op tijd te regelen. Om dit allemaal iets soepeler en vooral duurzamer te laten verlopen, zet gemeente Nijmegen gratis deelbakfietsen in voor alle inwoners. Ja, we hebben ervoor gekozen om mensen in de decembermaand de mogelijkheid te bieden om gratis een bakfiets te gebruiken. Juist deze maand is vaak heel druk ook in het centrum. En straks zullen er minder plekken zijn ook in het centrum om bijvoorbeeld met de auto naartoe te komen. Dus we willen mensen alvast laten proeven aan hoe je dat kan doen met een bakfiets. Er is een app en je kan daar, dat is van Cargaroo, die kan je downloaden en dan kan je een account maken. Je kan de kortingscode die ook overal bij die plekken van die fietsen staat, kan je invoeren en dan betaal je dus deze maand niets tijdens je rit. De deelbakfietsen zijn niet alleen duurzaam, maar ook nog eens heel praktisch. Met dit initiatief wil de gemeente inwoners alvast laten wennen aan alternatief vervoer voor de auto. We willen vooral laten zien dat delen heel normaal en leuk is en dat je dat dus ook kan doen met vervoer. En zeker nu in de kerstmaand willen we laten zien, het is vaak druk in het centrum. Mensen willen misschien grote cadeaus vervoeren. Nou, dat kan je ook heel makkelijk doen met een bakfiets en je bent ook nog sneller in en uit het centrum. Nou, we gaan een grote verandering in qua mobiliteit in de stad. We zullen steeds meer vragen van mensen om een andere keuze te maken dan een auto. En we weten dat dat voor veel mensen nieuw is. En we willen ze laten proeven aan allerlei alternatieven. En daarom zetten we deelmobiliteit op deze manier in het zonnetje. De deelbakfietsen zijn onderdeel van een gedragscampagne in de regio. Binnen deze campagne staat het delen van spullen centraal. Nou, het is een leuke manier om onze campagne voor deelmobiliteit te starten. We gaan de komende tijd ook met de gemeentes om ons heen samen een campagne doen. En dat gaat erom dat je eigenlijk al heel veel spullen deelt, maar vaak nog niet je vervoersmiddel. Maar dat het wel kan en dat willen we mensen laten ervaren. Nou, we zullen straks vooral het gaan hebben over wat deel je eigenlijk allemaal al. Hè? Mensen delen soms met buren tuingereedschap of dat soort spullen, een Netflix-account. Nou, je kan ook dus een fiets, een scooter, een auto delen. En dat helpt uiteindelijk in onze groeiende stad om de stad bereikbaar te houden. Vandaag trokken er hier en daar nog wat buien over, maar daarvan hebben we de meeste nu wel gehad. De komende dagen belooft het veelal droog te blijven, maar wel grijs.
Morgen wordt het daarbij wat aan de frisse kant met een graad of 6. Daarna komt het kwikker uit rond de 9 à 10 graden. Later in de week zou de zon zich hier en daar nog even kunnen laten zien. Verder blijft het grijs en overwegend droog bij normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Vanaf na het weekend neemt de kans op regen weer verder toe. Tot zover het RN7 regio-nieuws van woensdag 13 december. Deze week kun je bij RN7 tickets winnen voor het Kerstcircus Nijmegen op vrijdag 22 december. Ken jij iemand die het zeker verdient om hierbij te zijn? Stuur dan een mail naar redactie@rn7.nl en laat weten wie je deze tickets gunt, waarom en hoeveel je er wilt hebben. Maandag maken we de winnaars bekend. Wij zijn morgen weer bij je terug met een nieuwe uitzending, dus graag tot dan.